gedaan. Maar toch, een hele oude maatje van mij, die nu al een paar jaar overleden is, die was zo voor Sparta. En ik ging ook altijd met hem mee hierheen, om hem ook te steunen. Ja, het was eigen schuld, zeg maar. Het is, als je een strafschop niet benut, dan ga je geen problemen. En een slechte uitrol van de keeper natuurlijk. Ja, dan is eigen schuld dikke bol, dus ik kan niks aan doen. Maar ja. Gunt u het Feyenoord ook wel een beetje? Dat wel, natuurlijk. Spelen beter. Dat is het verschil, hè. En het blijft een Rotterdamse club? Ja, natuurlijk, allebei Rotterdamse. Maar ja, ik kan liever dat toch gelijk spelen, dan allebei punt. Ja. Maar ja, hij gelijk speelt. Feyenoord wint dan, dus Feyenoord wordt kampioen. Bij Vlagen werd er goed gevoetbald. Alleen bepaalde Vlagen had Feyenoord duidelijk het middenveld in handen. En het is jammer dat je pingel mist. Het begin ging gewoon prima, maar dan heb je toch die goaltjes tegen die het geluk van de kampioen definiëren. Want eigenlijk waren we gewoon beter totdat die 2-1 viel en toen kwam die 3-1 eroverheen. Ja, het was jammer. Ik vind het jammer dat je gewoon verliest. Ja. Voor jullie dan. Als we hadden gewonnen, hadden we 50 gestaan. Wij worden kampioen! Ja. Feyenoord wordt kampioen, ja, heren, dames! Leuk voor de binnenstad! Hey, leuk voor de binnenstad! Ja.